dit is gewoon Zweden, dit is Stockholm. Hier is het verhaal van Mamma Mia begonnen. Hier zijn de jongens en de meisjes van ABBA hun muzikale reis begonnen. En die muzikale reis die leidde tot de musical Mamma Mia, waarvan ze zelf zeiden, het is de musical waarvan wij niet wisten dat we hem geschreven hadden. De Donna, waar ik ongelooflijk blij mee ben, de Nederlandse Donna in Mamma Mia vanaf september in het Beatrix Theater in Utrecht, is niemand minder dan Antje Montero. Ik dacht, Mamma Mia, wat doet dat lachen? Ik ga Donna spelen. Dream Come True. Ja, Donna, de musical Mamma Mia in de rol van Donna staat al jaren op mijn bucketlist. Bovenaan zelfs, met een vette streep eronder. Ja, en als je hem dan krijgt, het gevoel is bijna niet te beschrijven wat het dan met je doet. Dat je weet, oké, ik ga hem dus echt spelen. Antje is echt Donna. Antje is de vrouw die haar dochter ook alleen heeft opgevoed. Die sterk is, die een eigen bedrijf heeft opgezet. Waarvan de dochter ook nog eens gaat trouwen. Dus ze herkent iedere emotie van Donna. En daarnaast is ze een fantastisch talent, zowel acterend als zingend. Dus zij is gewoon Donna. Ik kan niet wachten, ik kan echt niet wachten om met de hele groep te gaan werken, om mijn collega's te leren kennen. De drie vriendinnen zijn natuurlijk heel erg belangrijk. De mannen zijn heel erg belangrijk. Wie is Sam, weet je wel? Dat is toch best, daar eindigt het toch aan het eind van het verhaal natuurlijk mee. En natuurlijk de eerste keer dat ik met de regisseur kan gaan werken, met het creative team. Daar kan ik kan gewoon niet wachten tot de repetitieperiode begint.